gedigitaliseerde wereld. Naast alle voordelen die dit met zich meebrengt, levert het ook heel veel stress op. We trekken ons daarom terug in bijvoorbeeld de natuur. Maar naast de stress die dit oplevert, is er onlangs ook een nieuw gevaar ontdekt. Van Weert heeft al meerdere jaren ervaring op het gebied van informatica, met name op het gebied van computerbeveiliging. Onlangs heeft hij samen met andere collega's een opvallende ontdekking gedaan. Een computervirus dat niet alleen de digitale omgeving, maar ook de mens bedreigt. Het virus kan namelijk vanuit de computer de mens beïnvloeden, iets wat nog nooit eerder is gezien. De computer slaat gegevens op een harde schijf. Een harde schijf is eigenlijk niks anders dan een verzameling met magnetische deeltjes die op een cilinder zijn geplaatst. En die magnetische deeltjes kun je dus aan de hand van magneetjes draaien. En de richting van dat ding bepaalt dan of het een 0 of een 1 is. En op diezelfde manier kun je ze ook lezen. Nou, het feit dat dat magnetisch is, betekent dus dat het onder invloed staat van allerlei soorten straling. Dus als andere dingen, elektromagnetische straling bijvoorbeeld, of een magneet of wat dan ook in de buurt komt, kan het zijn dat die enen en nullen, dus die naaldjes eigenlijk, dat die worden gewijzigd. Nou, normaal gesproken, dat gebeurt heel vaak. En het enige wat dan gebeurt is dat er wat bestanden verloren gaan. Dus dat wat gegevens beschadigen en gewoon niks zinnigs meer zijn. Maar in een heel klein uitzonderlijk geval zou het natuurlijk kunnen dat die mutatie van die nullen en enen zodanig is dat er toch weer iets werkends, iets zinnigs ontstaat. En in dit hele uitzonderlijke geval is dat dus eigenlijk gebeurd. Dus die willekeurige verzameling 1 en 0 die is ontstaan, dat is nu eigenlijk een op zichzelf staand nieuw programma geworden. En een heel kwaadaardig programma ook eigenlijk. Dus wat het programma feitelijk doet, het is zelfs in staat om zich te muteren, om zich aan te passen aan verschillende omstandigheden. En daardoor kan het zich dus ook heel makkelijk verspreiden door middel van CD-ROMs, USB-stickjes, peer-to-peer netwerken, het internet, e-mail. Eigenlijk alle communicatiemiddelen die wij gebruiken, daar kan het overheen. Dus het verspreidt zich gewoon heel erg snel op die manier. Het virus dringt via de vele elektronische schakelingen binnen de computer de harde schijf binnen, waar het zich vermenigvuldigt. En wat het virus eigenlijk doet, is je grafische kaart beïnvloeden. Je grafische kaart stuurt je monitor aan, dus die zorgt ervoor dat er een beeld op je scherm komt. En het enige wat het virus doet, is heel subtiel die gegevens naar die grafische kaart aanpassen, zodanig dat er een andere straling uit je monitor komt. En die heeft eigenlijk als effect dat je aan je monitor gekluisterd raakt. Dus je ziet het zelf niet, je hebt het niet in de gaten, maar onbewust ben je niet meer in staat om ergens anders naar te kijken. Dus je blijft eigenlijk oneindig naar die monitor staren en er is niets meer wat je daarvan af kan brengen. En dat is natuurlijk ook precies wat het virus wil, voor zover je dat kan zeggen. Want hoe langer jij achter die computer blijft zitten, blijft die computer aan en kan het virus zich dus ook alle kanten op verspreiden. Dus het is heel ernstig. Het is echt heel ernstig. Natuurkundige Joost van Buchem doet nu al geruime tijd onderzoek naar de zogeheten theta-straling die het beeldscherm door het virus uitzendt. Wil ik u nu eens vertellen over een nieuw soort straling die we hebben ontdekt. Een soort straling noemen we theta-straling. Heel erg hoog energetisch en komt uit de monitoren onder andere. Je kent natuurlijk al de alfa-straling. Dat zijn van die deeltjes die uit een kern komen. Met een enorme snelheid op je afkomen. Het zijn helium 2 plus ionen, 2 protonen, 2 neutronen samen. Je kent ook beta-straling. Dat zijn elektronen. Die komen ook uit de kern met een hele hoge snelheid. En die doen ook een heleboel schade door een ioniserende werking. Je kent misschien ook al wel de gamma-straling, dat is meer elektromagnetische straling. Dat zijn golven met een hele hoge frequentie, dus dit lijkt helemaal nergens op. Ze gaan met 10 tot macht 21 hertz op en neer. Maar nu, deze theta-straling heeft een frequentie van 10 tot de macht 24 hertz. Dus dat is nog 1000 keren zo snel. En waar die vandaan komt, we weten het niet. Wat die precies doet, weet ik eigenlijk ook nog. De gammastraling die we kennen van radioactiviteit heeft een golflengte van 2000ste nanometer. De thetastraling heeft een golflengte van 2 miljoenste nanometer, oftewel 1000 keer zo klein. Feitelijk is de theta-straling een sterkere variant van de radioactieve gamma-straling. Is het dan zo dat theta-straling dezelfde ziektes kan veroorzaken als gamma-straling?
Hoe kan het dan dat een computervirus ons via de straling die door een beeldscherm wordt opgewekt, ons als mens beïnvloedt? Bioloog Diederik Jan Naaktgeboren is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt de werking van de theta-straling op het menselijk lichaam. De stralingen die worden opgevangen bij de ogen en die gaan met impulsen dus naar de hersenen toe. Nou, als deze hersenen deze signalen hebben gekregen, dan krijg je de opdracht eigenlijk om twee stofjes aan te maken. Nou, als eerste is dat dopamine. Dopamine geeft een soort fijn, lekker gevoel. Een soort van gevoel dat ervoor zorgt dat je verslaafd raakt. Als tweede wordt daar theta-neurotoxine aangemaakt. Eiwit dat ervoor zorgt dat de zenuwbanen worden afgesloten. Dat is zeer gevaarlijk aangezien er dan geen impulsen meer worden kunnen doorgegeven. En zo ontstaat er dus eigenlijk een soort van tijdelijke verlamming. Tijdens het gamen bijvoorbeeld of tijdens het televisie kijken kun je dus een beetje verlamd raken. Dat is wel gevaarlijk en vooral op lange termijn. Want als er steeds meer zenuwcellen worden afgesloten, kan het permanente schade hebben. En dat kan natuurlijk gevolgen hebben en dat is zeer gevaarlijk. Zijn computers en beeldschermen die de theta-straling kunnen uitzenden. Iedereen is dus een potentieel slachtoffer van de theta-straling en de daaruit voortkomende theta-neurotoxine. En tel hoeveel beeldschermen er zijn. Allemaal kunnen ze de theta-straling uitzenden. De uit de straling voortkomende theta-neurotoxine heeft invloed op ons lichaam. Maar wat voor invloed heeft het op ons gedrag en ons sociaal leven? Psycholoog Henk Troebel heeft al verschillende theta-neurotoxine patiënten bestudeerd. Wat wij voornamelijk zien bij mensen die worden blootgesteld aan de theta-straling, is dat zij op den duur een soort van afhankelijkheid ernaartoe ontwikkelen. We zien dat deze mensen constant in de buurt van beeldschermen willen zijn. En dat ze in feite niks anders willen. En in feite kan het dus ook worden vergeleken met een verslaving zoals wij die ook zien bij junkies of bij alcoholisten. En ook in het alledaagse leven zien we dit dus terug. Wij zien dat mensen in een sociaal isolement raken. Dus in feite onderhouden ze veel minder sociale contacten, omdat voor hun het beeldscherm volstaat. En verder zien we ook dat ze conflicten krijgen met familie en vrienden. En dit zorgt dus voor dat ze heel erg alleen worden. En in feite blijven ze dus ook meer bij het beeldscherm. Het is een vicieuze cirkel waar ze in belanden. Tegenwoordig zijn er heel veel mensen met computers, beeldschermen. Dus heel veel mensen worden ook beïnvloed door het virus. Nou, er zijn gedigitaliseerde landen en ongedigitaliseerde landen. Deze gedigitaliseerde landen hebben natuurlijk heel veel last van het virus. Hoewel, daarentegen is ook de ongedigitaliseerde landen die wat minder last van hebben. Nou, mocht het virus nou niet worden gestopt, dan zullen deze gedigitaliseerde landen die last hebben van het virus, die zullen gewoon macht gaan verliezen. Terwijl die ongedigitaliseerde landen zullen daar aan macht komen. Dus door deze machtsverschuivingen zullen er misschien opstanden komen? Of misschien wel een derde wereldoorlog? Als we ze uit de buurt van het beeldscherm halen, zien we in feite een soort van ontwenningsverschijnsel. Zoals we dit ook zien bij de andere verslaafden. We zien bijvoorbeeld woede aanvallen, impulsief eetgedrag en andere gedragsstoornissen. No!
Eduard, je hebt wel genoeg gecomputerd. Eduard? Eduard! Alles veroorzaakt kan in elke computer zitten. Bent u het volgende slachtoffer?